Welkom in het buurtfeest van de Saturnalia. Mij, Hans van de Hoge, is gevraagd om enkele aspecten van de Saturnalia te duiden in de cultuur, de rijke cultuur van de oudheid. En dan kijken we hier naar de cultuur van de Romeinen. De Romeinen die hier langs de Oude Rijn een grote rij forten aan hebben gebouwd. En die forten worden bemand met soldaten en die soldaten hebben graan nodig. Het graan wordt hier aangevoerd met schepen die over de Oude Rijn heen en weer varen. En die schepen brengen natuurlijk veel meer producten aan, bijvoorbeeld bouwmaterialen. Want je mag je voorstellen dat in 130 na Christus, in het 13e regeringsjaar van Hadrianus, hier in de wijde omgeving van Matilo, Leiden, veel gebouwd wordt. Iets ten zuiden van Leiden, richting Den Haag, bij Voorburg, wordt er een nieuwe stad uit de grond gestampt, Forum Hadriani. Die stad wordt gebouwd op initiatief van de keizer Hadrianus en langs de Oude Rijn en langs de weg die Hadrianus bevolen heeft om aan te leggen langs de Oude Rijn worden veel mensen, veel materialen en ook veel graan en ook veel vee aangesleept of aangevoerd om de mensen te eten te geven. Wie zijn dan die mensen die hier in de oudheid leven? Die kunnen we in een aantal categorieën indelen. De belangrijkste categorie zijn de vrije mensen. En je voelt het misschien al aankomen, dan zijn er misschien ook wat minder belangrijke categorieën. En dat zijn de vrijgelatenen. En de laatste categorie is dus de categorie van de slaven. Want ja, de Romeinse tijd, de tijd van de oudheid, is een tijd die economisch gedragen wordt door de slavenarbeid van de slaven. Maar, dat is nou het leuke met het feest van de Saturnalia, wat we deze zondag in deze wijk een plek willen geven, worden juist de slaven naar voren gehaald en worden ze als het ware beloond voor hun inzet, zeg ik dan maar even, gedurende het hele jaar. En krijgen ze een ereplaats in het feest van de Saturnalia en mogen ze een dag lang de baas spelen over Matila, over de forten in de omgeving en is het voor alle drie de belangrijke categorieën in de Romeinse samenleving een groot feest. Wat gebeurt er dan tijdens dat grote feest? Je mag je voorstellen, en we maken het natuurlijk even idealistisch, het is een mooie middag, er staan grote tafels buiten en aan die grote tafels zitten alle families, de slaven, de vrijgelatenen, de vrije mensen en daaromheen doorheen lopen de soldaten. En die soldaten die kijken gunstig om zich heen, want het is vrede, ze hebben niet veel te doen. En ze denken zelf een beetje terug aan de plek waar ze zelf wonen. Want het is hier cosmopolitisch. Matilo is een economische trekpleister voor mensen binnen het Romeinse Rijk, maar zeker ook voor mensen buiten het Romeinse Rijk. En die mensen komen dus echt van heinde en verre en daarom is het hier een cosmopolitisch gebeuren. Wat we willen vieren bij het feest van de Saturnalia is het feest van de terugkeer van de zon, de zonnewende. En als rond 25 december de zonnewende plaats heeft gevonden, dan willen de Romeinen, de mensen in de oudheid, heel graag dat de godin van de bloei, van de kracht, van de bloei van het graan ook weer terugkeert. Dat is Persephone. En Persephone brengt dan de nieuwe lente vanuit het rijk van de doden terug naar het rijk van de levenden. En daarom zitten de mensen hier. Daarom gaan ze eten, gaan ze drinken, vieren ze feest en laten ze even de zorgen achter zich. Want in 130 is er grote voorspoed in Matilo, in het huidige Leiden. Maak er een leuke dag van. Doe de groet aan iedereen en tot de volgende keer.